gasverzachter en mijn deze mag op. Dus ik moet die eigenlijk met water een beetje aanlangen. Dus moet ik nog bladen opvullen? Of? Nee, hij staat al aan. Oh, staat hij al aan? Ja. Oh, oké, okay, dat kan ook. Wacht eens hier. Ja. Zakken geloof ik wel. Heb ik hier zo'n balletje liggen toevallig? Zo'n Ariel dopje ligt trouwens ergens als het goed is. Oh, hier. Maar daar. Moeder, dat is gevoeld. Ik krijg daar denk ik een stuk of drie of zo in de hand. Oh ja, Joep bijt die allemaal kapot. Dus oh, dat is niet handig. Is in de bijkeuken ligt er nog een die kapot verbeterd is. Dus daar heb ik niet zo gek veel aan. Even kijken. Als het goed zit hier nog een milliliter of 50 in. Dat is eigenlijk wat ik hiervoor nodig heb. Zit ik aan? Oh, bijna 60, ook nog beter. Die erin. Ja, dat is 40 graden. Ja. Extra water. Ja, dat trek weer. Is het dichter op de trommel of is het goed zo? Nee, dat is goed. Dan gaan we de speelfilm aan. Oké. Moet je hoog. Ja, zo zie je. Ja. Ja, top. Dan kan je bijna niet meer door de deur. Maar ja. Ja, klopt. Het is wel een handig. Ja, als we dit een beetje aan de kant zetten, dan is het nog te zien, ja. Even een grote bende. Ja, kan die. Dan kan ik deze opklappen. En die rukscheef, hij is doorgebogen van die Miles. Oh. Ja. Ik ben best zo dat die W1737 moet gaan verhuizen. Ja. Dat is ook wel wat. Als ik ze lekker onzuinig met water, zeker moet extra water gaan. Die binnen die moet nog in 1:50, dus die heeft de volle lading gesensed. Oké. Willen jullie iets te drinken? Een beetje fris. Colaatje? Pit. Ja, jij ook? Cola is heel hard. Ja. We hebben alleen maar cola zero, dus dat, dat komt goed. 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 Heb
heb je nu nog 10 keer bij het over of hoeveel? Ik heb net nieuwe gereden. Ik heb er al 19.291. En ik doe nu niet voor mij, maar ja. Voor 10 megabyte betaal ik 1 euro. Hoe dan? Ja, ik zit niet bij een abonnement. Kijk, ik zal mijn prijzen laten zien. Je bent 18 en jij hebt nog geen abonnement. Nee? Ik kan een beetje trek eigenlijk. Cent per megabyte betaal ik. Dat is een screenshot, hè? Ja. Dat is heel erg veel. Ja. Daarom vraag ik op. Ik doe het nu wel even op mijn VG, maar het gaat niet lang duren, want ik heb me ook gelimiteerd. Oh. Om 20 euro. Als je dat nog doet, dan nog wel. Hotspot of ja, zou je een jubiletje. Ja. Dank u wel. Precies. Zo. Kun je hem ook in doorhouden. Vind je databesparing makkelijk aanzetten? Hij staat afgehaald. Hij is afgehaald? Oeh. Een uur voor een katoen 40 graden. Ik ben benieuwd wat de afvoer gaat doen. Want misschien komt er dadelijk schuim op water uit. Oké, ook hoop schuim. Ik heb het beide gehad. Aan water heb je hier trauma. Ja. Die loopt net. En hoor je vol ook? Ja. Hoe kan dat dan? Er zit een terugslagstop in. Wat een hele foute keuze gebeurt. Kijk. Hier, ja. En dat is gewoon een dodelijk water van 90 graden. Ja. Er zit een terugslagstop in, want... De buis die daar loopt is zeg maar van de regenafvoer. En als nou ineens echt stortregen de riool komt omhoog, dan heb ik hier geen water uit de pijp komen. Alleen hij is... Je moet er heel veel kracht op zetten, wil er water doorheen kunnen stromen. Gewoon te veel kracht voor ons. Tenminste voor mijn doen. Het gaat net aan zoals je hoort. Eigenlijk net niet, maar... Dat komt gewoon ook rug uit die buis. Ja. Lijkt wel maar. Ja. Ja, dat is scheet. Sorry. Dat is scheet. Bam, onderwijs. Nou, daar ben ik dus wel een keer bang voor als ik hem aan heb staan. Maar ik heb telkens in de pomp, zal ik zo eens even kijken of ik dat weer heb. Allemaal gruis. Maar ik denk, ja, dat kan of gewoon... kalkaanslag zijn, wat dan er zo lang heeft gezeten dat het gewoon verkleurd is. Ja, ja of het is trommelkruis. Maar over deze mag echt niet klaar. Fantastisch. Heb je het zo met metaaldetector niet kunnen detecteren, hè, wat dan? Ja, dat hebben we niet. Mag 90 wel eens proberen, maar... We'll see. Thank you.
Nee, ja, ik heb me, nou, ik wil niet zeggen trauma opgelopen, maar ik heb hier toen een keer die IQ 100 staan gehad. Die deed hartstikke goed, hartstikke veel in gewassen. Ik heb nou één laatste test, helemaal vol met badmatten, handdoeken en zo, echt proppie vol gedaan. En hij staat te centrifugeren en hij gaat naar 1400 toeren en hij is op 1400 toeren. En na 5 seconden zegt hij pang. Schoot hij ook een stuk naar voren, dus ik meteen uitgezet. En ja, toen zat er een slag in de trommel. Dus ja, ik belaat ze tegenwoordig niet meer te zwaar. Die miele binnen heb ik alle vertrouwen in, maar deze nog niet. Dus ja. Of een dier, dat kan ook. Ik denk ook wel veel meer gaan. Oké. Het is hetzelfde als die van binnen staat. Dan ga ik filmen. Nou, die is heel anders. Ja, die komt uit 2006 en die uit 2010. Maar de programmering, nou. Het is echt exact deze machine. Niet per se exact, maar qua programmering. Maar dan met een inverter motor. Is die... Dus ik had toen die spin race gefilmd, dat er tussen alle machines 3 seconden zat. Dat ze klaar waren. Zou je niet verwachten dat daar allemaal stonden of zo? Ja, het bestond al in 2002 bij Miele. Toen ze de 1800 toeren variant hadden. Die is ook rushed. Is die rushed? Ja, oh. En dan de hele, dat is een speciale motor. Die bijna niet hoort. Net zo'n die 1800 toeren AG heeft. Ja. Even kijken. Ik heb hier besparing aangezet voor de handen. Oké. Ja, die kan dat niet. Die moet je de deur dicht hebben, wil je de programma's op inzetten. Maar die kan dat wel. Kun je ook op 90 zetten? Nee. Nee. Minder dan. Minstens wel. Zo'n wiel is ook in principe nog wel wat aan. De trommel is gewoon heel lekker. Het formaat is voor mij echt top. Volgens mij 49 liter, 6 kilo. Ja, ik zal het even uithalen. Man. Dat is heel goed. Een beetje vuil in de handen. Ja, dat is geen veel. Dat is een kleuring van verf, et cetera. Ja, geverfd en spijkerbroeken en allemaal dat soort dingen. Dit heeft een bouwtje. Achterlangs. Ja, even switchen. Sensor die mijn Miele ook heeft. Ja, een half uur voor ik het toen ben beneden. Ja, met kort een uur, 25 minuten. Deze had de temperatuur nog wel.
50 meter. Het scherm moet ook heel lang open om van ding te switchen. Je ziet. Maar dat is goed. Je ziet het zo langzaam weg vandaag. Het is, ja, die is een beetje koud, is hier, ja. Ook deze is een beetje op, vanuit die er tegen de 9000 uur gaat opstaan. Dus. Dat is wel. Je kunt het uitleggen, toch? Ja, dat klopt. Het is wel 8918. Maar deze duurt maar heel lang. Ik vind die machine ook zo stil. Ja. Ik vind het ook wel meer wat voor los dan moet ik hebben. Klopt, dat vind ik met Miele sowieso. Die eerste generatie Novotronics en Hydromatics, die zijn, dat zijn de luidste. Met deze vallen echt mee. Oh, daar ga ik even opzoeken. Ja. Daar was ik niet zo blij mee. En waar was dat mee? Ja, dat was Beppen Boef, ken je die? Ja, ik weet niet hoe het eruit gaat, ze mag hem wel vaak gezien van de hoofd zijn. Weet dus thuis, de Miele keuken. Ja. En die, ze gaat als ze was kapot, en ze oven was kapot, en zijn koffiemachine was kapot. En hij moest 3 weken wachten. Dat er een terug kan komen en dat is hier niet mee eens. Ja, dat snap ik heel goed. Hoe kan er zoveel kapot gaan? Ik vraag mezelf ook af.
heeft gestaan op de wasmachine. En dan gaat hij, dan zie je eerst nog wat een andere. Dat is de enige, ja. De eerste en de enige, maar die heb ik al sinds augustus, dus. Ja. Ik weet ook niet wel op waar ik vroeger was. Ja, alles in één. Ja. Kut, dan gaat hij niet terug. Hij gaat niet dicht. Lijkt hem alsof die rubber daar echt afgesneden. Dat is iets dat erop zit. Dus ik kan er wel af en dan heb ik eigenlijk geen zin om eraf te halen. Moet ik een keer een mesje voor hebben. Het is niet afgesleten. Er zit ook een roest in de rubber, zag ik. Roest in de rubber? Ja. Ja, daar heb ik een plakje zeg maar naar binnen. Oh ja, dat klopt. Ja, die is vrij vies. Ja, die heeft bij een collega van mijn vader gestaan. Maar die woont op zichzelf. En ik weet niet waar die was. Volgens mij had hij die wasmachine van zijn oma geopend of zo. Dus er staat 2700 euro op. Ja, een machine van 20 jaar oud. Dat is niet veel. Dat is helemaal niet veel. Dan was je op maandbasis net zoveel als je het normaal op weekbasis doet. Dat is toch wel meer dan mijn W1. Klopt, maar die zijn niet 20 jaar oud. Nee. Maar hier staat nu iets meer dan 700 uur. Sinds 11 maanden. Er zijn maanden bij, vorige maand had hij 96 uur gedraaid. Ja. Ja. Dus er loopt nergens op december. Maar 63 keer was. Even kijken, gaan we daar die aanzetten of die? Deze. Oké. Ik heb nog maar niet zo uit. Ik kan deze ook nog filmen, maar die drie kwartier. Het is een aandrijving. Ja. Dank je. Nou, je begon iets. Oh, dat ja, dat is een aandrijving van IQ100. Zo was wel. Ja. Ja. Klopt. En kijk, dit was trouwens. Nou, ik dacht dat dit de originele vuurslang waren. Nee. Elke wielen die ik toen gehad heb, kwam het zo slaan. Nee. Of het is gewoon mijn toeval. Ja, het is een metalen vlog gegaan. Daar heb ik het langs deze op. Dus die hier, die zit hier, of deze? Deze heeft twee weken, een minder warm. Ah. Zo eentje. Okay. Ons al deze. Volgens mij die binnen staat ook. Nee, wacht. Maar dat ding is gescheurd. Het druppelt als een water. Dat is wel weer iets van je lopen. Dat is een beetje geslagen hier. Ja, de kraan van oma Miele die lekt. Dus je hebt zeg maar een knoop hierop of in een. Dus een vaat ook om die slang gevonden, een bakje eronder zit. Dus elke keer als je er komt, zit dat bakje staat weer vol water. Ik denk, nou, ik flikker maar even weg voor je. Die bergreden, de slang van mijn machine, die lekt er ook aan. Van die Siemens? Ja. We hebben zelf gewoon een nieuwe slang met waterstof gekocht. Ja. Eigenlijk kan dat niet, hè, mijn nieuwe machine.
proberen. Nee, zonder was zal het denk ik wel meevallen. Ja. Nou gaat hij af nog goed. Die Milo ook, die W3933. Voor 40 euro overgenomen. Van een stel dat hem al sinds, sinds dat ze hem gekocht hebben had. Had een jaar eerder nog service ondergaan voor dat slangetje van de pomp naar de zeepbak. Het beluchtingsslangetje, zoals ik hem noem. Ja. En ja, 40 euro mag je hem meenemen. Ja. Is nog in een ontzettend goede staat. Van binnen ook. Kun je toch wel zeker voor 100 euro wegkrijgen? Nee, ik heb 150. Is dat ook al sinds? Ja. Jullie zetten stil. Maar zie, dit dingetje van mij. Ik heb het gehoord. Nee, maar bij mij. Dit, het keihard te rammelen. Als ik dit in heb. Dat heb ik ook. Dat is mijn keihard. Hoe? Nou. Pak je uit. Wat is de volgende? Als het nog om later gaat gebeuren. Wie heeft deze? Nee, is van Brabant aan gebeurd. Ja, het ding komt uit de jaren 60-70, dus. Ja. De kans dat het stil hoort te zijn is klein. En dan gaat er een 16 nog toe. Het staat wel niet zo stabiel. Klopt. Die pootjes krijg ik niet uitgedraaid. Dan moet je allemaal gaan lopen moeilijker met die steeksleutels, waarmee dan weer de bouten en de schroefjes losgaan. Daar heb ik helemaal geen zin in, dus ik steek er gewoon papier om. Het systeem laat je niet uit, ga je naar de schroef naar boven.
klopt. Dus los, dan kun je hem uitdraaien en dan zoek je ook de ding. Met welke van twee zit waar aan? We kunnen even in... Ja. Want die zijn zo filmen, maar die nog half uur. Precies, als we dan even iets in die aanzetten, dat die voor was het, of gewoon was 40 minuten, dan heb je spoelen en dan zetten we die weer aan. Ja. Dan kunnen we het dezelfde groep handelen. Ja, ik heb natuurlijk wel het geluk dat alle machines bij elkaar een aparte groep staan. Ja, dat heb ik niet. Ik kan wel eens laten. Ik heb twee groepen boven. En even denken. Ik heb Miele staat apart. Mm-hmm. En de drogers die staan samen met Avangard, geloof ik. Dat gaat echt gewoon net. Ja, want die drogers die zijn in totaal. En die drogers zijn 700 per stuk. En 1400 en dan die avant-garde is... Die is 2300. Dan zit je 3700 en als je 16 ampère hebt, dan zit je aan de 3680 watt max. Ja. Dus dan zit je echt... Dat gaat echt net. Ja, dat we hier toen een keer ruim 5000 watt stopcontact zonder te trekken. Moet je even. Oh. Maar die zoomer is ook helemaal klaar, maar als het afgaat, dan hoor ik echt... De pijn. Normaal gaat hij veel sneller achter elkaar. Ja. Ja. Dan haal ik de volgende lading. Dan ga ik voor... Dan noemen we in die wel even ondergoed op witte bonten was 50 graden kort ofzo. Ja. Deze of die? Die. 50 graden kort. Wat doen we? Dit rond was. Ah. Aan zijn functie, daar gaan we van was. 50 graden. Zien we dat kan, hè? Dat ze zo er even onder kunnen steken ofzo. Dus, een beetje verderop. Mooi hoor. Iets meer, ja. 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 Een stuk beter. Achter het gaan. Ik vind het wel mooi dat hij een echte belading van zou hebben. Ja. Hier ook horen en verder is een hele belading van de hand. Ja, dat is wel. Is dit ook die speciale instelling van? Ja, die is een beetje lastig, maar... Ik ben het niet aan, ik ben het niet aan.
Dat is een kleur. Ja. En verdonkeren was je dan wel even zo vrij. Zeker altijd. Niet altijd. Wel met enige regelmaat. Dat is een soort vuil. Ah ja, je ziet het. Dit is de eerste keer in ruim een maand dat deze weer draait. De laatste keer ga ik er weer heen. Dit is fors. Ja. Nog steeds. Het is gewoon vol aan eten. Nee, maar ik vind het wel. Het was wel goed of zo. Maar nou, twee tegelijk water opmaken, dat is niet handig. Het water is wel zeker. Ja, ik wacht nog even, want hij moet. Er zat helemaal nog geen water of niks in, dus dan laat ik hem al even lopen. Zeker met deze waterdruk, als die ook staat te pakken. Kunnen we hier dadelijk wel de synthetische donkerwassen draaien? Of de. Nee. De roze-rode was. Dan gaat hij gewoon op witte bonte was, 30 graden, 1600 toeren. Normaal verveld. Staan. Ja. Dan moest ik aan nog vier droogs bovenop. Ja, ik maar mag het van je vader? Als die en die dat niet waren geweest, hadden die er niet de droogs op kunnen staan. Ja. Maar die gaat sowieso weg en dan zouden er nog inderdaad twee nieuwe droogs op. Maar ja, daar hangen 6 stopcontacten. Ja. Dus het mag. Al dus mijn vader mag het. Of er heel blij mee is, nee. Als er 4 midden zijn, 4 midden droogers. Nee, dat zou niet. Dat heb ik niet genoeg aanzet. Ik heb maar 3 kranen. Dus het is echt 3 wasmachines. Dus ja, daarom staat nu ook al niet aangesloten. Nu ook. Anders ja, was er een kantje dat iemand aan een kraan stond. Maar. Die kant is verkeerd. Met 2 keer spoelen en uitzetten. Kom je al 2000 toeren of niet?
Hij, maar hij kan. Ik heb in de instellingen staan dat hij erop kan, maar 1600 is zijn max. Hij kan niet hoger dan dat. Dus ook als je het. Je kan natuurlijk niet selecteren. Dus. Nee. Dus het is leuk dat hij in de instellingen staat, maar dat is niet. Service moet misschien wel. Ja, 2.1. Ja, dat is verwarming. De verwarming is 2.1. Ja, dus 2.4 in totaal. Maar die aan mijn W1, die is ook 2.1. Maar hij trekt niet meer dan 1900 watt, met die 150. Die van Siemens was 2050 zeker. Die is 2000 geloof ik. Maar ja, van mijn Alphacard heeft ook 2000. Die trekt ook niet meer dan 1875 geloof ik. Ik denk dat het een beetje een steek van mij. Maar moet ik misschien weer helemaal naar voren trekken. Nee, ik heb hem nou in mijn mielen zitten. Binnen. Moet even kijken wat hij nou op maandverbruik gebruikt. Deze maand ga ik hem best goed wassen. Vorige week had ik er 5, inclusief beddengoed. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Dus een wasje donker, een wasje wit, een wasje gekleurd en dan 2 wassen bed. Alleen, bed moet ik gewoon echt een keer doen, want ik had al het katoenen bed bij elkaar gedaan, inclusief de synthetische kussenslopen en de synthetische dekbedhoes van PMA apart gedaan. Dat doe ik altijd apart, want ik bal als de ziekte, want er zit een knoopje in. Alleen, het past echt net. Het was, ik denk, 1 kilo of 9. AG had er ook moeite mee, die heeft er ook 2,5 op gedaan om te drogen. Ja, je hebt hem wel niet zo groot gehoord, of ja? Nee, daar heb ik niet gekocht, anders had ik hem maar 1 gehad. Het event zei ja, want zei van, ja, hij is voor jou, dan kijken ze altijd heel vaak, kijk je ze dan aan. En dan zei van ja. Dat is mijn hobby om ze dan te maken en te repareren en dan weer door te verkopen aan kennis of zo. Oh, en met deze doet het. Ik zeg ja, ik kan de tweede droger nog. Dat is echt heel vaak eigenlijk de tweede droger. Hoezo? Ja, we moesten ze weten. Omdat hier bijna, ja, in Eindhoven staan appartementen, maar ja, bijvoorbeeld in Rotterdam of zo, daar heb je gewoon, is het gewoon vrij normaal dat je op een appartementje leeft van 50 of vierkante meter. Dan staat jouw wasmachine, slash droger, slash allebei, slash wasdroogcombinatie, staan we in de badkamer. Hallo? Ik heb iets leuks. Wacht even. Die ene, die heb je gehoord, die trommel, maar die andere die heb ik niet gefilmd. Dat was een heel oude, zonder display of zo. En dan als ik die aanzette, dan hoor je echt zo, de pomp zo'n ding.
en dan hebben we er water bij gekapt om eens te zien wat doet dat dan. En dan doet hij eerst normaal en dan begint hij dat geluid weer te maken, maar hij doet het direct op het moment dat hij de knop om het programma aan doet. Dat is geen lek. Wat hè? Dat is geen lek. Dat kan, ja, dat weet ik niet. Dat is ook een lijst. Oh, dat is toch. Pardon. Ze hebben ze allemaal met nieuws verwerkers. Ja. Al drie. Al dezelfde. Dat die had gewoon na 2700 uur dus ook op schop op. Dus. Ja. Waar deze? Ja, in die zaten twee van die. En dan zaten in die, die was gemixt. Die was één. Ja. Eén rechthoek, één ronde en die laatste was twee rechthoeken. Er zitten allemaal twee dezelfde. Dus die gemengd, die was gemengd. Daar zitten twee rechthoeken in. Dat is een collab van het blok. Maar zat die in die W3F35 en die achterste ook? Die, ja. Dus waar zat die daar ook in? Ja. Ja, helemaal niks meer. En in dit tasje zitten de schroefwerpers uit de wasmachine van oma. En deze is uit de wasmachine van een vriendin van me met W5933. Ja. Ja, daar zit ook niks meer in, niks meer op. Deze zijn het misschien niet. En normaal gezien zou je er nauwelijks te maken als je mensen trekt. Ja, heel veel zwaar. Daar zit het er gewoon uit. Dan moet je ze maar 12 kilo aan hangen, wil die uitgericht worden. 120 in. Deze heb ik nog 100. 110. Goed dan plus. Ja, geef dit even op. Oh, dat is het. Ja. Die neem ook zo. Ah. Maar die had ook al. Ja, dat ding was een wolf. 57 uur. Ja. Het schot heeft gezien. Oh, van kan ik ongeveer zo zwaar. Oh, dat is ook niet veel. Ja, dat is een... Ik heb er eentje weggehaald. Mm-hmm. Dat was ook zoiets. Wat is voor mij? En deze komen uit die volgens mij. Ja. Die waren niet echt per se versleten, maar het is ook echt gewoon niet goed. Ja. Misschien dat ik nog meer. Die was ook helemaal feest. Dat was echt een beetje het bouwknecht 2. Deze hebben.
Ik weet niet of dat, maar ik heb er 3 nodig. Ja, dus verkopen ze maar per soms se. Verkopen ze per stuk. Ik heb gehad dat ik ze voor 10 per stuk kon bewachten. Maar nu had ik ze voor 15 euro per setje. Ben je nog steeds wat van denken om nieuwe dempers? Ja, ik wil al proberen. Kijk wat er gebeurt. Ik ben benieuwd. Die er nu zitten, dat is ook gewoon ronde. Helemaal van plastic. Zijn die eigenlijk makkelijk te monteren en demonteren? Je gewoon een boot in. En bij AEG? Dat is een plastic pin in die je moet zien. Knijp je met een paar dingen trekken. Dat is nog makkelijker. Kijk, want dit was deze mielen voorheen. Ja. Dus die was gewoon echt finaal doorheen en dan ja. Zo. En ik heb een video van die. Maar dan hoor je in het begin even klikken en dan doet hij heel even niks meer en dan gaat hij gewoon normaal bewegen, net als een normaal, ja, als de schokdempers goed zouden zijn. Maar het is minimaal, maar het is wel pot, zo maar te noemen. Ja, daar zit ook niks meer op. Deze denk ik. Ja. Vragen voor wat cyaanachtige dingen. Dat legt Jasper hier nu uit. Vloeibaar wasmiddel. Moet je nog een maatregeling doen? Dat is wel ongenaam. Bij Bosch, zeg maar. Zit die zo op. Ja, heb je je nieuwe beko's gezien? Ja, dat draaien dingetje erin. Ja, dat heb ik laatst in de media ook een keer gefilmd en doorgestuurd. Misschien moet dat erop zo naar beneden gaan. Maar ik moet zeggen, zowel met de Siemens als de AEG gaat de knapjes soms altijd naar beneden. Ja, dat is. En dat is heel irritant. Ja, dat slaat echt nergens op. Ja, hoe moet dit dan? Ja. En van de kant van de bovenschuif, dat klapt toen ineens naar beneden, dat je zo'n knapje hebt. Ja. Nee, ik zie er niet van in. Een beetje warm? Ja, van koolstof. Ik denk gram 30, 31. Ja. Toen is eigenlijk vandaag de centrifuge over. Oké. Dat is een benieuwd. Ik denk helemaal voor een Waar? Je krijgt een hele volle lading handdoeken erin om te testen. Ja, handdoeken gisteren vals, dus laat het niet. Nou, ik vind op zich dat die dingen nog best wel wat water gaat krijgen geslingerd. Want ik heb, toen ik dat ding kreeg, daar had ik eens getest van, joh, als mijn mini nou op 1600 toeren gecertificeerd is, hoeveel water komt er nog uit handdoeken? En dat was een 0,5 liter op een lading van 6 kilo. Dus, dat scheelt echt best veel. Was ik wel van de indruk om het zo maar even te noemen.
Maar ja, kleding kan ook. Als je zegt van, ook draaikreuk herstellend, waar ook katoenen dingen bij zitten die kunnen drogen moeten. Ja, dan flik je ze daarin. En met 10 minuten. 10 minuten. Ja, maar het was niet in één keer. Seconden. Dan laat je even 2 uur lopen en dan afremmen, uitladen in de droger, was er weer in en weer aanzetten. Ben je zo ik met de lading verder moet een handdoeken, ben ik een half uur bezig. En vergeet dan ook niet dat na de 4e keer wordt die motor te warm. Dus dan hoor je hem ook echt moeite hebben met gewoon ronddraaien. En ja, Maar doe je hem helemaal vol? Of? Wat ik altijd doe is, ik pak stukken kleding en die leg ik dan, die bewerk ik dan een beetje langs de randjes. Dan heb ik het midden altijd vrij. En dan zwaar ze stukken onderop en dan probeer ik het eigenlijk zo te leggen dat ik de bovenste rij met kraagjes nog zie. Dan gaat die aan en dan zit die vaak volgen. Maar die is minder diep als die van mij, denk ik, hè? Kan dat? Dat zou best kunnen. Ik heb geen flauw idee. Maar ik wat ik doe is gewoon als ik handdoek heb, ik gooi het er gewoon in. Nee. Gewoon ook random op het midden. Ik doe daar naar mijn zwaarboek aan het dat ik mogelijk in kan. Dan doe ik die schijf erin. Maar dan heb je, dan heb je de kans dat in één keer een heel bonk handdoeken naar één kant zich verplaatst. En dan kun je weer aan de gang. Ja, dan doe ik het meteen in één keer goed. Dan heb ik ook, hoef ik het om nog een tweede keer te herleggen ofzo. Ja. Je hoeft er best wel op te doen. Die trom van die asco, die is nog best diep hoor. Oh, hij burst wel. Wat deze doet bij alleen centrifugeren is, normaal gesproken doet hij even een burst van 600 toeren, dan gaat hij terug naar 0, dan draait hij 3 keer en dan gaat hij naar de echte centrifuge. Maar deze, die balanceert hem eerst en als hij hem niet in balans krijgt, dan doet hij nog anti-greens. Mm-hmm. En dan gaat hij pas naar de echte centrifuge toe. Maar als het wel in één keer lukt, dan gaat hij naar 600 toeren, blijft hij daar eventjes op, veel langer dan zo'n machine doet, en dan gaat hij door naar 1200 en dan 1600. Maar mijn buren hebben twee huizen erop, die hebben 17 jaar met zo'n machine gedaan, een gezin van 4 man. Wel dat ze gewoon echt 12 keer per week moesten wassen. En nou hebben ze ook een B1. Ja. Met twindels, maar gebruiken ze niet. Omdat de opties die zij wilden niet op een wasmachine zaten zonder twindels. Ik weet niet wat het allemaal precies was, maar het was dat ze echt zeiden van ja, 1600 toeren moeten opzetten. Het quick power wash systeem willen we, ja, niet al te uitgebreid. Dus ze hebben ook met gele lampjes in plaats van de blauwe. Ook ja, of die was wel in de aanbieding en zonder twindels was duurder. Volgens mij was het zo, het was een hele onzinnige reden, maar ze zijn er blij mee en hij doet het. Droger zijn ze helemaal niet blij mee. Maar het is een eindje met deze. Ja, zoiets. Ja, die kan je alleen maar met ultrafeest gebruiken. Dan heb je maar twee opties, 20 bont en 20 wit. Die kan je alleen maar met ultrafeest gebruiken. Ja. Bij mij niet, maar kan je gewoon eigen. Ja, dat is wel lekker. Dat mielenspul kost ook een kopsvermogen. Ja. Het kan ook limiten trouwens. Oh, limit niet. Nee, dit limit hier niet, denk ik.
Nee, die komt goed. Ja. Dat weet wel netjes niemand. Maar diezelfde mensen die hebben dus in 2018 of 2019 geloof ik al een Miele T1 gekocht. Ook met tekstdisplay, dus wel gewoon een hoger model. Ja, dat was je destijds 1099 euro of zo. Dus best een flink ding, vind ik dan. Maar dat is zo'n geëmmer. Die doet 2,5 uur over een normale lading katoen. Die filters maken ze om de 2 weken schoon. Beddengoed kan hier helemaal niks mee. Daar moet je een dag voor uittrekken, wil het een beetje droog zijn. Eigenlijk daarnaast gaan staan zodra het de bal volgt, weer uitvormen en weer op de laan zetten. Dus ja, dat is gewoon weer nieuw. Want toen ik heb daar ooit een keer gekeken, toen vroeg ze van ja, hij. Er kwam rook uit, rook? Gaat centrifugeren. Dus wil je even kijken wat het is? Ik had hem open gemaakt. Ja, koolbos was uit, de motor ziet er in orde uit, dus dat moet het misschien een trommel zijn. Maar na verdere inspectie was er gewoon een trommelkruis aan boord. Want er zat een slag in de trommel en het rubber aan de zijkant was opgefroten. Dus die trommel is na het onbalans centrifugeren, is die tegen het rubber aan gaan schudden. En dat is gaan roken. Dus toen trokken ze de deur open. Ja, nou. Dus heel zonneblauw. Dakraam ook, toen rook je het nog wel. Het was dat denk ik een uur na de wasbeurt. En toen was de trommelkast nog warm. Dus toen hebben ze. Toen had ik hem open, toen was hij al een beetje aan het zoeken naar nieuwe wasmachines. En toen zei hij: ja, wat raad je aan? Ik zeg: ja, ik ben zelf wel een AEG-fan. Dat was in mei 2022. Ik zeg: ja, ik ben zelf een beetje een AEG-fan, maar. Bosch of Siemens doet het ook heel goed. Toen zat je echt te kijken naar van, dus ja, die is leuk, ja, 28 euro, dat is op zich wel een redelijk bedrag. En toen las hij, ja, opening van de deur, scharnier aan de linkerkant. Ja, dat gaat niet, want dan zit de deur. Ja, hij staat tegen de muur, dus dan zou de deur vaak zo open gaan. Ja. Dus het is gewoon het handigst, als, ja, of het is hem andersom, het is het handigst dat de deur zo open gaat. Zodat hij gekeken bij welke merk je uitkomt. Ik zei, ja, ik zou geen Miele adviseren of zo. Het enige merk dat dat had, was Miele. Dus ja. Maar ik zal binnenkort eens even navragen hoe blij die is met de machine. Dus.
laag toe hoor je dempers nog. De nieuwe. Nou niet, maar dat was misschien nieuwigheid. Ik heb er 1 uur 7 over gedaan. Vind ik netjes. Oh, precies op tijd! Ik heb de kies overgezet. Thank you.